Iedereen van harte welkom in Hippocoloos Amsterdam. Jullie jullie zijn weer voltallig. Ik ben blij om jullie te zien. Meneer Lewin, hoe gaat het met u? Met meneer Lewin gaat het uitstekend. Prachtig weer, prachtige mensen, mooie muziek. Dus het kan niet beter. Het is anders begonnen dan we gewend zijn, maar de spanning zit erin, toch? Ja, kijk, als er een finale is, dan moet er spanning zijn. Je kan niet de finale met de finale meedoen en dan is er geen spanning. Dus het is een gezonde spanning. We maken het gewoon weer goed met de gasten. Meneer Roy, ja. Heeft u nog wat te vertellen? Ik heb altijd wel wat te vertellen. Al was het alleen maar dat onze belofte is uitgekomen. We hebben na de voorronde beloofd dat het een bloedstollende finale zou zijn. Met ongekend hoge temperaturen. En in elk geval is die voorspelling waar geworden. Wij hebben bijzonder mooi weer dit weekend en dat betekent ook een bijzonder mooie finale. We hebben nu een nieuwe jurylid. Ze is zangeres, ze zal toevallig jullie iedereen voorstellen. Goedenavond iedereen, ja, mijn naam is Marleen. Laten we beginnen om de organisatie te bedanken. Voor het vertrouwen wat ze in mij hebben gesteld om plaats te nemen in de jury. Door onze deelname vorig jaar weet ik als een ander hoe leuk en spannend het kan zijn om mee te doen aan Biggie Poppo Lounge. Dus vanuit deze kant wil ik iedereen heel veel succes wensen en natuurlijk Tapasran Antomo of Inasran Antomo. Ujjare waka! Dankjewel. Voor je mooie woorden. Ja, we hebben nog een legend. Ja, wat was je vorige band? De Cosmostas. Ja. Jonkosje en familieman Eloise. Oh. En heeft u nog wat toe te voegen? We love you. Zo. Heeft u nog wat toe te voegen? Nou, bij deze zou ik zeggen dat de groepen in de finale en de groepen moeten hun best doen om het beste eruit te halen. Ja. Mijn naam is Alicia, ik ben 30 jaar en speel momenteel voor de formatie Sibenga. Nou, mooi, kom maar krachten. Suriname, ik wens jullie heel veel succes, kracht, wijsheid, doe het goed, want ik zeg het is niet makkelijk. Fire was on the Freda, what are you? Now, my shimmy is on his own. Now, my shimmy is on his own. Now, my shimmy is on his own. Akare mama. Wait a minute. Mi boni Latinetti ta fuka bana pemio go fascina uma Hoe ben je toen naar ik weet nu?
Yeah.
mensen. Als een van de leden van de jury wil ik alvast alle groepen bedanken voor hun inzet. En inderdaad, Joyce, het was lastig om in elk geval de balans op te maken. Want ze waren heel goed, maar we hebben ons best gedaan. En het lijkt me goed om een aantal dingen te zeggen waarop wij hebben gejureerd. Even hoor, kom. Ja, beste mensen, we hebben gekeken naar het samenspel van de band. Dat moet op één golflengte zijn. Samenspel, totaal. We hebben gekeken van, zing de voorzanger zuiver? En zingen de overige zangers ook zuiver? We hebben ook gekeken naar interactie met het publiek. Of een band, een beweeg het publiek, voorkomt tapa dansvloer. Maar ook hoe de band omgaat met het publiek. En natuurlijk hebben we gekeken naar de presentatie. De presentatie van elke band. Hoe was de discipline? Hoe was de voorbereiding? Etcetera, etcetera. Daar hebben we heel kritisch naar gekeken. En we zijn uiteindelijk inderdaad gekomen tot een score. En zoals meneer Risti heeft aangegeven, de punten van de vorige keer zijn bijgeteld. Dus misschien is het handig dat wij zo meteen ook aangeven wat het aantal punten was van de vorige keer. En die zijn opgeteld bij het puntaantal van vandaag. Oké, Roy, ben ik wat vergeten? Zo meteen de punten tellen. Ja, ik stel voor om zo meteen de punten te noemen. De totaal aantal scores van de vorige keer. Okay. Zodat wij dat kunnen bijhouden. Ik moet zeggen, het was een hele moeilijke. De jury was niet anoniem. En ik moet zeggen dat het best wel een hele discussie geworden is. Maar uiteindelijk zijn het de punten die bepalend zijn en de argumenten die bij die punten horen. En bijna over het hoofdrivier. En het is goed, want iedereen heeft vanuit zijn eigen deskundigheid gekeken naar de verschillende punten die belangrijk zijn, omdat zo'n finale belangrijk is voor de toekomst van de band. Het publiek heeft gewonnen. En daarom wil de organisatie het publiek ook trakteren met een optreden dat doorgaat tot zeker 12:15 vanavond. Dus dat in elk geval, u allen gefeliciteerd. Want dat is heel erg belangrijk. Mensen die komen, mensen die gezellig zijn, want daar gaat het uiteindelijk om. Want daar maak je een gezellig feest mee. Alle groepen die meegedaan hebben, zoals ik dat gezegd heb, zijn voor mij winnaars. Er zijn er verschillende charis van de Digipoko, de Kaskawi, de Kawina, Kauna en de Kasiko gespeeld. En in dat opzicht hebben alle groepen zich goed van hun taak geweten. Ze zijn allemaal gegroeid en beter voor de dag gekomen dan in de voorronde. En dat betekent dat er groei is. En daar zijn we blij mee. Want de Digipoko Lounge is er om de Digipoko op een hoger level te krijgen. En de wedstrijd, of zoals we dat noemen, de competitie zoals je wil, de presentatie in de finale, moet ertoe bijdragen dat dat doel ook bereikt wordt. Dat de groepen geprikkeld worden steeds meer hun best te doen. En ik weet dat iedereen heel erg ongeduldig geworden is. We gaan dus naar de puntentelling van de voorronde. Iwan Lewin. Ja, beste mensen, de vorige keer heeft tweede ronde 150 punten gehaald. Witty Doivy heeft 144 punten gehaald, dus een verschil. Tjie. En New Dravens heeft totaal gehaald 129 punten de vorige keer. En de score van vandaag, en dan gaat u natuurlijk weten wie de winnaar wordt. We beginnen met de derde plaats en dan... Ja, de derde plaats, beste mensen, dat is geworden met een totaal aantal punten van 192, de New Dravens. En nou wordt het spannend, want als ik twee noem, dan weet ik gelijk wie één is. Dus wat gaan we doen?
We gaan gelijk de winnaar bekendmaken. Dat lijkt me logisch, toch? Nee? Ja toch? Oké. De winnaar! Even wachten. Wat is er dan? De finale, zoals ik het al eerder gezegd heb, wordt nu ook live uitgezonden, internationaal. En ik begrijp dat we met een kleine technische storing te maken hebben. Dat is belangrijk. Wanneer we de uitslag bekendmaken, dat alles opgelost is. Dus zodra ik een seintje krijg, kun je de uitslag doen. Wie is daarmee eens? Wie is daarmee niet eens? Roy, we moeten het bekendmaken. Ik heb me gelukt, het euvel is verholpen, hoor ik net. Oké. De winnaar! De winnaar met een totaal aantal punten van 243 is geworden... Nieuw Drama! Spannend, beste mensen. Voor de volledigheid. Wendy Duyfi heeft als tweede geëindigd en die hebben natuurlijk 228 punten gehaald. Gefeliciteerd. Tweede ronde. Natuurlijk bij de felicitaties hoort ook zo een mooi plakkaat, die krijgen jullie aangeboden. En ik wil de organisatie, de jury en de dames van de jury uitnodigen om de overhandiging te doen, de symbolische overhandiging van de eerste prijs, waar er een hele mooie prijs aan verbonden is. En bij deze vandaag de symbolische uitreiking. Maar er staat jullie nog wat moois te wachten voor de Biggie Pokoe presentatie battle. De winnaar van 2018, die krijgt het overhandigd door de dames van de jury. Ik ga het niet zo doen. Geven aan Danitja. Want Danitja zegt de hele avond al niks. Sowieso namens mij van harte wie is de leider van de formatie. Mooi. Alle eer aan jou, Danitja. Nou, tweede ronde, jullie vervolg vanaf het begin. Ik ben super trots op jullie. Natuurlijk zijn er nog altijd verbeteringen, weet je. Maar dat laat ik aan jullie over in de toekomst. Voor de rest wens ik jullie veel succes. En gefeliciteerd bij deze. Ja? Oké. En komende woensdag, beste mensen, dan is deze winnaar de gast bij Radio De Leon. Jullie zijn uitgenodigd voor een live interview bij Radio De Leon. In het gebouw van Salto. Maar dat regelen we wel met de leider van de band. Dit is bandleider Gianni. Deze man, 19 jaar mensen. Maar nu komt het mooie ervan. Tweede ronde is zeg maar 2 weken
voor de lounge zijn we beginnen te oefenen. Dus zo lang bestaan we niet eens. Maar jullie gaan sowieso van ons horen! Want tweede ronde, we nemen het grap. Sabi!